Meer dan 1000 ouderen hebben deelgenomen aan de Seniorendag van Sri Senatendarum Paramaribo Noord en Stichting Welzijn door collectiviteit Weg naar Zee. Deze dag is georganiseerd in verband met 150 jaar Hindustaanse immigratie op 5 juni. De organisatie heeft bussen ingezet om de senioren van diverse tehuizen en organisaties te vervoeren naar en van het Roelies Event Center, waar de Seniorendag is gehouden. De aanwezigen mochten genieten van diverse culturele optredens. Volgens Rajesh Asraf, voorzitter van het organiserend comité, is cultuur een belangrijk aspect geweest binnen de Hindustaanse gemeenschap. We hebben met de paplepel meegehad dat wij onze tradities moeten behouden en dat wij respect moeten tonen aan onze voorouders. Respect en erkentelijkheid. Daarom ook zie je dat wij dus dit speciaal voor hun deze bijzondere dag hebben georganiseerd. Jack Uden, voorzitter van de Nationale Jubileumcommissie, vindt het een unicum dat verschillende activiteiten landelijk worden ontplooid om de geschiedenis en cultuur van de Hindustanen uit te dragen. De viering van 150 jaar Hindustaanse immigratie moet volgens Uden lering helpen trekken uit de offers die de voorouders hebben gebracht voor hun nakomelingen en het land. De Seniorendag is dan ook een hulde aan de voorouders van de Hindustanen. Het belang hiervan kunnen we niet voldoende benadrukken. Want dames en heren, de eerste immigranten die hebben inderdaad veel geleden, veel pijn geleden, veel moeilijkheden doorstaan. Onder vaak erbarmelijke situaties werden ze bij aankomst opgevangen in het Coulee Depot, zoals dat toen heette, waar ze werden gekeurd om vervolgens te worden verwezen naar de plantages. Van meet af aan moesten zij het doen met zware arbeid, met weinig loon. Het sterfste cijfer onder de immigranten was dan ook heel erg hoog. Begrijpelijk dat sommigen terugkeerden naar India na hun contractperiode. Maar gelukkig. Gelukkig heeft een groot deel zich toch hier blijvend gevestigd. Terwijl sommigen die waren vertrokken teruggekeerd, weer terugkeerden naar Suriname uit Indië. Uden wijst erop dat Hindustanen generaties later hun voorouders nog altijd eren voor hun opofferende liefde. Uit armoede en zuinig leven hebben de voorouders kunnen zorgen dat hun kinderen en kindskinderen het beter konden hebben.